Bij de grens tussen de provincies Luik en Luxemburg, op het grondgebied van de gemeente Durbuy, vinden we het dorpje Veris. Het werd uitgeroepen tot één van de mooiste dorpen van Wallonië. Veris ligt op het kalkplateau dat de glooiende valleien van Oerte en Einde overheerst. Zijn oude dorpskern rust in een mozaïek van groene landschappen op het kruispunt van meerdere aardrijkskundige zones. De ondergrond speelt hier een bepalende rol. In het zuiden en oosten domineren de Ardense hoogte het landschap. Het ruwe klimaat en de weinig vruchtbare bodem deden er grote bossen ontstaan. Op de grens van het Ardensmassief ligt een hoge bergkam. Men noemt deze rotsen puddingsteen, een verwijzing naar de Engelse pudding. Dit gesteente bestaat uit kleine brokstukken, beton gemaakt door de natuur. Zijn stevigheid en ruime beschikbaarheid hebben zowel de megalithenbouwers als veel later de staalindustrie aangesproken. Vanaf de rotskam van puddingsteen strekt het Calestienne plateau zich uit. Het is genoemd naar de kalksteen waaruit het bestaat en waarin we tal van grotten en openingen ontdekken. Daarin verdwijnen soms rivieren om pas na een grotendeels onbekende reis door de ondergrond weer boven te komen. Deze zachte en vruchtbare bodem bevorderde de landbouw en deed een bijzondere flora ontstaan. In de loop der eeuwen vestigden zich er ook talloze dorpen. Opzij van de Calestienne ligt de lagere vlakte van de Famenne. Die bestaat uit leisteen, een broze rots die veel te lijden heeft van erosie. Zijn arme bodem is vooral geschikt voor veeteelt. Vandaag biedt deze lange geologische geschiedenis de bezoeker een afwisseling van wouden, velden en weilanden rondom een goed bewaarde landelijke bewoning. Een waar decor voor een prentkaart dat de talloze liefhebbers van natuur en authenticiteit weten bekoren. Ten westen van Veris bevindt zich het megalithische veld, een monumentaal geheel van twee dolmens in de vorm van een overdekte gaanderij, plus zo'n 30 rechtopstaande stenen, menhirs genaamd. Ze liggen op lijnen van 8 kilometer lang, van Opagne in het zuiden over Veris, Morville en Hay tot Ozo in het noorden. Eind 19e eeuw werden ze ontdekt en sindsdien werden ze grotendeels leeggeroofd, zodat hedendaagse archeologen er nog maar weinig gegevens aantreffen. Toch heeft het archeologische onderzoek sinds de jaren 80 een nieuw licht geworpen op de manier waarop dolmens werden gebouwd. Men heeft steunstenen onder de grond ontdekt, evenals sleuven, tegelvloeren en muren van gestapelde keien die de draagstenen van de dolmens opvullen. Dankzij grondsporen en de vondst van steunstenen kon men sommige stenen weer op een oorspronkelijke plek rechtop zetten. De aanwezigheid van menselijke beenderen bevestigt dat de monumenten als graf hebben gediend. In de dolmens lagen restanten van volwassenen, jongeren en kinderen. De vondst van het sleutelbeen van een pasgeboren baby onder de menhir van Hay was een echte verrassing. De C14-datering heeft bevestigd dat deze mensen leefden tijdens het eind van het Neolithicum tussen 3000 en 2600 voor Christus, oftewel enkele eeuwen voor de bouw van de piramides in Egypte. En in tegenstelling tot wat sommigen koppig blijven volhouden, megalithen hebben niets met de Kelten te maken. Deze monumenten waren de eerste uitingen van architectuur in steen van ons land. Opgravingen hebben slechts weinig voorwerpen opgeleverd. Pijlpunten in vuurstenen, enkele brokken aardewerk en hetzelfde type dolmens tonen aan dat Veris invloeden onderging uit het oosten en het westen, van het bekken van Parijs tot Hessen en Westfalen. Vreemd is dat niet. De Calestienne en de vallei van de Oerte vormden in onze gebieden altijd een belangrijke verkeersader. De mensen uit het eind van het Neolithicum waren al lang sedentair. Ze kenden hun terrein door en door
en benutten het voor hun dagelijkse leven. Landbouw, veeteelt, jacht, bouwmateriaal, het maken van huisraad en werktuigen. Helaas bleven wij Ries van die activiteiten niets bewaard. We vinden hier geen nederzetting die bij de megalithische sites hoort. Maar misschien vormt de ligging van de huidige dorpen de weerslag van een ver verleden. Alleen nieuwe ontdekkingen zouden dat kunnen aantonen. Het symbolische terrein van de Neolithische mens is nauwelijks bekend. Vanaf het 5e millennium voor Christus maakte in grote delen van Europa de sociale structuur van Neolithische groepen het mogelijk om mankracht voor grote projecten te mobiliseren, zoals het rechtopzetten van megalithen. Door het bouwen van eeuwige monumenten drukte de Neolithische mens een symbolische en voortdurende stempel op zijn terrein, ongeveer zoals veel later de klokken van onze kerken en kapellen het zouden doen. Tegelijkertijd echter werden ook natuurlijke grotten als collectieve begraafplaats gebruikt. Deze manier van begraven valt misschien weinig op, maar was in het Maasbekken niet minder verspreid. Experimenten hebben uitgewezen dat vrij weinig mensen nodig zijn om stenen van tientallen tonnen zwaar te verplaatsen. Dat kan met de hulp van rails, gemaakt van ronde houten stammen en met touwen en hefbomen. Geen enkel werktuig van metaal kwam erbij te pas. Op het terrein moesten de blokken puddingsteen soms honderden meters ver worden versleept. Een ware technologische kunstgreep. Bij het oprichten van megalithen bleef niets aan het toeval over, te beginnen met de keuze van een locatie. De richting van de alignementen naar het noord-noordoosten lijkt meer af te hangen van het plaatselijke relief dan van mogelijke astronomische overwegingen. Wel hielden de Neolithische bewoners van Beris rekening met een andere eis. De monumenten moesten onderling zichtbaar zijn, wat alleen op dit plateau van de Calestienne met zijn slechts flauwe hellingen haalbaar is. Afgezien van deze natuurlijke as hebben op de flanken van de heuvel ook opmerkelijke rotsblokken in puddingsteen, zoals de Pierre Haina en de Pierre Saint-Nicolas, mogelijk geholpen om een tweede as uit te tekenen. De richting daarvan wijst op een band met de equinoxen en de zonnewendes. Tot vandaag blijven deze rotsblokken verbonden met volksgebruiken en plaatselijke legenden. Tijdens het 3e millennium voor Christus werden de dolmens van Beris voor een laatste keer gebruikt, maar dit keer door groepen van na het Neolithicum. Misschien werden er opnieuw mensen begraven. Toen tijdens de middeleeuwen het christendom werd verspreid, besloot men ook om deze geheimzinnige monumenten, dragers van een heidens verleden, in het gareel te doen lopen. Later vormde een steeds intensievere landbouw een bedreiging voor de megalithen. Bovendien verdween tijdens de 19e en het begin van de 20e eeuw menige puddingsteen in hoogovens. Sommige stenen raakten bedolven, vernield, verplaatst of eenvoudigweg als goedkoop bouwmateriaal gebruikt. Veel omvergeduwde meniers werden bijna hermetisch in een kuil verzegeld. Dit bewijst dat men probeerde deze monumenten voorgoed te doen verdwijnen. Na de recente opgravingen werden de dolmens gerestaureerd. Sommige menhirs staan weer rechtop, tenminste wanneer daarvoor de archeologische gegevens exact genoeg waren. Andere stenen werden verplaatst om ze zoveel mogelijk binnen hun oorspronkelijke alignement te bewaren. Vandaag valt er nog veel te doen om ze te beschermen en hun waarde te behouden. Zowel de overheid als de wetenschap blijven uiterst waakzaam. Wetenschappelijk bekeken is het onderzoek verre van afgelopen. Een monografie in meerdere boekdelen, een soort bijbel over Beris, werd reeds gepubliceerd. Essentieel voor onderzoekers van vandaag is dat ze monumenten binnen hun context bestuderen. Anders gezegd, ze gaan op zoek naar het onderlinge verband tussen de archeologische lagen die nog aanwezig zijn.
De hoop om nog meer intacte megalithen te ontdekken en te onderzoeken blijft overeind. Dat kan alleen door de sterke dialoog met de mensen van de streek om de nog aanwezige archeologische aanwijzingen een plaats te geven binnen de reeds beschikbare kennis en de bescherming van ons patrimonium. De site, die er zeker niet meer uitziet zoals duizenden jaren geleden, moet zijn plek vinden binnen een landschap dat steeds verandert en dit in een samenspel van soms tegenstrijdige wensen en verlangens. Het megalithische veld van Leris is uniek in België door het aantal, de rijkdom, de kwaliteit en de goede staat van zijn monumenten. Het is vrij toegankelijk voor elke wandelaar. Bedankt omdat u deze duizendjarige mijlpalen en hun omgeving respecteert. We wensen u een aangename wandeling op ontdekking naar ons prehistorische patrimonium.